Nog hiermee na de 1-0 thuisoverwinning tegen Volendam. Gefeliciteerd, de 5e overwinning op rij. Ik denk een tevreden coach. Ja, denk het wel. Ik denk dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld. Goed gebruik gemaakt van de ruimtes die Volendam ons liet. Zeker de eerste helft heel veel in de omschakeling goed hebben gedaan. Het enige wat we ons een beetje kunnen verwijten is dat we niet eerder de 2-0 hebben gemaakt. Na rust was het iets lastiger. Liever iets verder komen, maar daarin waren we denk ik ook nog de gevaarlijke ploeg. En ik heb een team gezien wat voor elkaar gestreden heeft. Dus blij mee. Ja, heel veel energie, hè, terwijl je toch afgelopen vrijdag ook een wedstrijd hebt gespeeld. En je kon ook je team redelijk lang laten staan, zonder dat je hoefde te wisselen. Ja, klopt. Ik denk dat het de hele wedstrijd uiteindelijk er goed uitzag als team. Hè. En dat kan ook alleen als de onderlinge afstanden klein zijn, als je elkaar kunt helpen. Dus op dat moment hoefden we daar niet in te wisselen, omdat iedereen daar zijn werk in deed. Nou, dat is een compliment voor de jongens. En ik denk ook dat het ook wel door de wedstrijd komt, dat je er goed in zit. Je krijgt ruimtes. Ja, dan blijf je ook gaan. En ik denk dat het mooi was om te zien. Ja, er is een soort van rust over het team ingekomen. Een soort van zelfvertrouwen. Zo van, jongens, we gaan deze wedstrijd gewoon weer winnen. Voel je dat ook in het veld? Ja, ik denk dat we altijd al vertrouwen in onszelf hebben gehad. Wat ik zeg, we hebben ook gewoon zoals tegen de Graafschap toen uit goede wedstrijd gespeeld, niet gewonnen. Nu valt het kwartje een aantal keer wel de goede kant op. En ik vind ook gewoon dat we echt in het seizoen zijn gegroeid als team. Zowel op het veld als buiten het veld zijn we naar elkaar toe gegroeid. Dat werkt gewoon goed uiteindelijk. Dat je zelf natuurlijk wat makkelijker kunnen maken. Hè? Nu werd het, eigenlijk werd het niet eens meer spannend. Hè? Van, ik nooit echt het idee dat Volendam ging scoren vanavond. Nee, dat idee had ik ook niet. Dat idee heb ik de laatste weken wel wat vaker. Hè, dat we het goed hebben staan achterin. En nu viel Rens dan uit, maar kwam Kevin Boukoussi erin. Die vulde dat goed in. Ja, je merkt ook een bepaalde rust achterin. Hè. We weten dat we, ook als we laag staan, dat we goed kunnen verdedigen. En ja, dat is wel lekker. Omdat je dan als team ook een beetje vertrouwen daaruit kan halen. En daarop kan vertrouwen, zeg maar. Ja, en wat ook steeds beter gaat. Dus ook als je in voetbal het even niet uitkomt. De diepe bal op Janga spelen. Ja. Hij wint bijna al zijn duels de laatste weken. Ja, dat is wat vertrouwen met iemand doet. Hij heeft 2 keer gescoord. Dat geeft vertrouwen. Hij is enorm sterk aan de bal, levert veel arbeid. Dus is enorm belangrijk voor de ploeg en daar ben ik heel blij mee. Ja, een serie van 5 overwinningen nu op rij. De voorgaande 4 waren wedstrijden waarvan je zegt, op basis van ranglijst, die moet je ook winnen. Waar je zelf ook een beetje benieuwd, hoe gaan we het doen tegen een ploeg die bij ons in de buurt staat op de ranglijst? Nee, niet echt. We zijn gewoon met een goede reeks bezig en... Voor ons maakt het dan niet zoveel uit tegen wie het is en of we uit of thuis moeten. We willen gewoon elke wedstrijd winnen. We hadden ook niet heel lang om ons weer voor te bereiden. Ah, heel veel tijd om voor te bereiden was het natuurlijk ook niet, hè? Nee, de afgelopen vrijdag. Dus het was gewoon weer herstellen en weer door. En dat is nu eigenlijk ook lekker even herstellen en dan vrijdag weer spelen.